Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Kwestie waterproblematiek, belangrijk agendapunt tijdens RRV. Regering werkt aan oplossing kwestie SZF apothekers. Diplomatieke missies moeten helpen nationale ontwikkeling te bevorderen. En SUEED zet zich dit jaar in voor vroeggeboren baby's. De regering heeft op woensdag 25 oktober 2023 wederom een regeringsvergadering gehouden op het kabinet van de president. Bovenaan de agenda van de regering stond de kwestie waterproblematiek. Hierbij zijn belangrijke beslissingen genomen om de watervoorziening in Suriname te waarborgen en verbeteren. Woordvoerder van de president, Shelley Lilienthal, vertelt meer over de RRV. Het belangrijkste vandaag op agenda was een presentatie van de leiding van SWM naar de president, waarin er werd gesproken over de watertekorten die de afgelopen periode delen van de samenleving heeft getroffen. De regering heeft dus aangegeven SWM te ondersteunen om budget beschikbaar te stellen en om inkomsten te helpen genereren. Waar die kunnen om dit zo snel als mogelijk op te lossen, omdat water heel belangrijk is voor de samenleving. Verder is er gesproken over bouw van lokalen. De minister van Onderwijs heeft gesproken over het bouwen van nieuwe lokalen waar het nodig is. In bepaalde gebieden waar er tekort is aan ruimte voor de leerlingen, de studenten. En verder heeft de minister ook aangegeven dat er voldoende schoolmeubilair beschikbaar is en dat de schoolleiding op tijd moet aanvragen als het nodig is. En de minister van Volksgezondheid was op een dienstreis naar Frankrijk en daar zijn er ook heel wat positieve ontwikkelingen geweest. Waaronder een samenwerkingsovereenkomst die is getekend met betrekking tot malariabestrijding. Maar er is ook gesproken over inkomsten genereren voor ziekenhuizen hier. En verdere samenwerking, met name met het Pasteurs Instituut, waarvan er een vestiging is in Frans-Guyana. En later dit jaar zal er een missie vanuit Suriname naar het instituut vertrekken om verdere samenwerkingen te bekijken. Vanuit de regering wordt er momenteel alles aan gedaan om de dienstverlening aan SZF-verzekerden te garanderen. Zo deelt minister Amar Ramadien van Volksgezondheid mee aan de communicatiedienst Suriname. Momenteel speelt er een situatie waarbij de Vereniging van Apothekers in Suriname en artsen moeite hebben met de betalingen vanuit het staatsziekenfonds. Deze komen verlaat of blijven uit, hetgeen met zich meebrengt dat de verzekerden zelf voor zorg en medicijnen zouden moeten betalen. Ja, dus kijk, wat er normaliter is, hoe het regulier werkt, is dat de diensten worden verleend aan de samenleving en het SZF, maar ook de particuliere verzekeraars deze diensten ook vergoeden. Dat zijn allemaal een en ander vastgelegde overeenkomsten. En zo hebben alle dienstverleners, dus huisartsen, specialisten, laboratoria, noem maar op, röntgen, klinieken, ziekenhuizen. En uiteraard, wanneer de claims binnenkomen, wordt gedeclareerd. Als een dienst verleend is, wordt er gedeclareerd. Zoals een medicament bij de apotheek wordt verstrekt, wordt er gedeclareerd bij het SZF. En daarvoor zijn er ook afspraken binnen welke termijn de betaling vanuit het SZF aan de dienstverlener betaald moet worden. We hebben de afgelopen maanden een situatie waarbij inderdaad het ministerie van Financiën de aanvraag van het ministerie van Volksgezondheid, welke is goedgekeurd door de regering, elke maand beschikbaar stelt. Alleen op basis van de beschikbaarheid van financiële middelen
vindt de betaling aan het SZF vanuit de regering, vanuit financiën, niet in één keer plaats, maar over verschillende termijnen, dus over verschillende tranches. Dit model zorgt dus uiteraard ook voor af en toe verlaten betalingen aan bepaalde dienstverleners. Bepaalde worden dus op tijd betaald en sommige worden iets later betaald. En dit heeft in de maand oktober, dus over de periode september, gezorgd voor de nodige frustratie bij enkele dienstverleners. Bij de huisarts hebben we de situatie dat er een TWK-betaling nog moet plaatsvinden, teruggaande tot januari. Daar zijn er ook afspraken over gemaakt inmiddels. Bij de apotheken zijn de betalingen ook al, hebben de betalingen ook al plaatsgevonden. Echter zijn er nog wel afspraken die nader gemaakt moeten worden over het voorkomen van deze vervelende situatie. Dus het ministerie van Volksgezondheid zet zich in samen met het SZF en het ministerie van Financiën om een goede naar voor partijen tevreden oplossing te vinden, zodat de dienstverlening naar de samenleving gegarandeerd blijft. Voor dit moment kan ik zeggen, ik heb nog een dag terug, twee dagen terug met de voorzitter van de Vereniging van Apothekers gesproken. En op dit moment is er geen actiedreiging, er is geen actie. Dus mensen hoeven niet te betalen, let wel, voor reguliere zaken. Er zijn soms wel medicamenten die je moet bijbetalen, dat niet op de klapper voorkomt. Maar als het gaat om een verzekerde die recht heeft op bijvoorbeeld medicatie, dan hoeft op dit moment niet betaald te worden. Dat is al besproken. We blijven wel echt de vinger op de pols houden. Aan de pols houden om te voorkomen dat we in zo'n situatie geraken. Dus het ministerie van Volksgezondheid garandeert hierbij de samenleving dat er naastig gezocht wordt naar oplossingen die te maken hebben met een vlotte dienstverlening. En ook zorgen we ervoor dat we overleg met financiën uiteraard ook de nodige voorzieningen treffen, zodat betalingen vanuit financiën, vanuit de centrale bank naar het SZF, laten we zeggen, wat beter en vlotter zullen gaan verlopen. Surinaamse diplomatieke missies moeten naast het uitdragen van het beleid van de regering ook helpen de nationale ontwikkeling te bevorderen. Daartoe hebben zij vooral tot taak de bilaterale samenwerking te verdiepen en het people-to-people contact te vergroten. Een specifieke taak is om meer uit de internationale samenwerking te halen. Over de rol van diplomatieke missies zei minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het volgende tijdens de persconferentie van maandag 24 oktober. Ten aanzien van die taken van ambassadeurs, over het algemeen is dat vrij duidelijk. Elke missie heeft specifieke taken, maar over het algemeen zijn de taken van ambassadeurs om het land te vertegenwoordigen en namens het land het beleid van de regering uit te dragen. Dat is hun algemene taak. Het kan protocolair zijn, het kan politiek zijn, het kan diplomatiek zijn. Daarnaast zijn er specifieke issues die zij dan meekrijgen. Bijvoorbeeld, elke ambassadeur waar er sprake is, zeker de bilaterale ambassadeurs, hebben we aangegeven dat ze drie dingen daarin boven moeten doen, nadrukkelijk, met meer aandacht. Eén is de samenwerking, de functionele samenwerking verdiepen. Dat is dus functioneel betekent op het stuk van technische bijstand. En dat kan op verschillende terreinen onderwijs, afhankelijk van het land. Dus dat is één. Twee is people-to-people contact. Ik geloof heel sterk in dat dat grotere mogelijkheden voor de toekomst biedt als je de bevolkingen een beetje dichter bij elkaar brengt. Want dat creëert begrip en ook meer bekendheid met elkaar. Dat kan op verschillende manieren. Het kan een stedenband zijn, het kan culturele uitwisselingen zijn, het kan de taal zijn. We hebben zoveel cultuur dat we mooi met elkaar kunnen delen, ons land tentoonstellen. Het derde is private sector, bedrijfsleven, bij elkaar brengen. Dus dat zijn specifieke zaken die ze krijgen. Dat is het tweede pakket. Het derde pakket, maar dat geldt niet voor alle landen, want sommige missies hebben die mogelijkheid niet, is om na te gaan samen met mevrouw Bradley
wat die internationale samenwerking nog meer kan opleveren. En u, de cijfers die ik u genoemd heb, zijn daarop gebaseerd. We hebben roadmaps ontwikkeld met verschillende landen, zoals met Marokko, dat een bedrag heeft van 4, 5 miljoen. Met Saudi-Arabië zijn we nu bezig. Heel prille begin, maar het heeft al geresulteerd in 4 miljoen. 4 miljoen op dit moment. Heel prille begin. En ze hebben ook aangegeven dat er meer kan. Ik noem maar gewoon twee landen. Dus dat is wel aan hun de vraag. Ga zoeken naar meer middelen waarop Suriname, waarvan Suriname gebruik zou kunnen maken. Dat zijn drie taken die ze hebben. Er zijn sommige politieke taken erbij. Onze ambassadeur in Cuba heeft een bijzondere rol, omdat Cuba in een bijzondere situatie zit. We willen graag weten. Toen de problemen in Brazilië nadrukkelijker waren rond de verkiezingen en de weg naar een nieuw leiderschap, was de ambassadeur van Brazilië gevraagd om in die periode nadrukkelijk te letten op de politieke ontwikkelingen. Dat is belangrijk voor ons, het is een buurland. Zo is onze ambassadeur in Guyana ook heel nadrukkelijk luisterend en kijkend naar ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor ons, buiten alles wat formeel wordt gezegd. In de diplomatie is vaak wat je niet zegt soms veel belangrijker. En zij vervult een bijzondere taak in dat opzicht. En zo ook Nederland heeft zo zijn bijzondere verplichting om te kijken naar hoe die relatie, met name nu met die excuses die zijn aangeboden, moet monitoren. Ik heb net het rapport eergisteren gehad, het stand van zaken. Want ook in Nederland is er een flux natuurlijk met de verkiezingen die daar op 22 november moeten plaatsvinden. Elke ambassadeur heeft specifieke rollen naast de drie algemene die ik al genoemd heb. In het gebouw van de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo heeft de stichting SUEED op donderdag 26 oktober een persconferentie gehouden betreffende inzamelingsactiviteiten voor de neonatale intensive care unit, oftewel NICU-afdeling. Op deze afdeling wordt de focus primair gericht op de zorg voor vroeggeboren baby's in Suriname. Tijdens deze persconferentie hebben de vertegenwoordigers van het ziekenhuis aangegeven welke voorzieningen zij ontberen om de instelling draaiende te houden. We hebben de persconferentie gehad voor de SUEED 2023 inzameling. We gaan inzamelen voor de NICU-afdeling van het AZP, dat is de Neonatale Intensive Care Unit. Iedereen weet wat de toestand is in de gezondheidszorg, maar ook op de NICU. Vorig jaar hebben we code zwart gehad. En we hebben als SUEED gezegd, we gaan inzamelen voor de NICU. We proberen een minimaal bedrag in te zamelen van 140.000 euro. Omdat dat nodig is om de meest dringende apparaten die men nodig heeft aan te schaffen. Maar als je kijkt naar wat de problemen hier zijn, dan is er bijna 1 miljoen euro nodig. We hebben niet de illusie dat wij dat gaan ophalen tot 22 december, wanneer de actie duurt. Maar we willen wel een aanzet geven. We hebben zoals gewoonlijk weer de sms-actie. We gaan radio maken vanuit de NICU. Dat gaat voor het eerst gebeuren, bij mij weten, in Suriname. Dat een radioprogramma wordt gemaakt vanuit de Intensive Care Unit. We hebben de lege check-actie, we hebben de burger- en de cocktailmiddag. En mensen kunnen doneren via bankovermaking, geld brengen naar de SUEED inzamelingspunten. En ieder mag op zijn eigen manier ook een inzameling organiseren om bij te dragen aan het doel. Nou, op de eerste plaats dat die apparaten kunnen worden aangeschaft. U heeft het gehoord op de persconferentie. Het gaat om onder andere beademingsapparaat en een echo-apparaat. Maar we willen ook vooral aandacht genereren voor de NICU en het bijzondere werk dat de mensen hier doen. Het gaat om pasgeborenen. En ik denk niet eens dat je ouder hoeft te zijn om te beseffen hoe bijzonder het is dat kindjes die pasgeboren zijn, pas op de wereld zijn, de best mogelijke zorg krijgen. Ik verwacht gewoon dat iedereen gaat doneren. En iedereen mag naar draagkracht doneren, want het is een moeilijke tijd. Dus
Als iemand zegt ik heb 10 cent, dan is dat net zo welkom als iemand die zegt ik heb 1 miljoen. We hopen gewoon dat iedereen gaat doneren. En we roepen Suriname ook op om de NICU van het AZP te ondersteunen. We willen dat de samenleving bewust wordt van wat we allemaal doen. En hoe belangrijk zo'n afdeling is voor Suriname. En als men dat beseft, hoop ik dat er mensen zijn die ons kunnen ondersteunen, zodat we de afdeling kunnen blijven runnen. Kijk, we weten allemaal dat het heel moeilijk gaat in Suriname. En we kijken wat we zelf kunnen doen. We gaan niet wachten op de overheid. Want als we gaan wachten voordat er iets gebeurt, ben je bang dat er veel kinderen kunnen overlijden. Dus we gaan kijken naar wat kunnen wij zelf doen. Hoe kunnen we mensen zover krijgen om ons te ondersteunen. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.